volk van Suriname. Sympathisanten van Partij de Horen. Zoals u weet hebben wij een beroep gedaan. We hebben een verzoek gedaan om de vergadering, als het mogelijk is, uit te stellen na de partijraadsvergadering van Partij de Horen op woensdag 28 maart. Waarom? Omdat wij willen dat de partij betrokken wordt. Dat dit niet een aangelegenheid is van Somohadjo. Dat dit niet aangelegenheid is van de Tamsiran alleen. Of van de Marfiti. Of van de vrouw Pertal. Of van de Frans Sakimit. Of van de heer Nee. Het is een totaal volk. In bijzonder degene die ons voorgedragen hebben. Degene die ons geplaatst hebben als parlementariër. Vandaar dat wij kennen onze verantwoordelijkheid. Vandaar doen wij een beroep. En als het mogelijk is, stel de vergadering uit. Na woensdag, dat is na. Is in eerste instantie, had mevrouw Simons voor het parlement toegezegd dat dat kan, dat het mogelijk is, na haar terugkeer, want zij gaat maandag op reis naar haar terugkeer, zou dan waarschijnlijk plaatsvinden. Maar het schetst onze verbazing dat een uur wij bericht kregen dat wij toch moeten vergaderen op vrijdag. Vandaar dat wij vloed hebben als parlementariër, als vertegenwoordiger van het volk, als parlementariër van Partij de Horen, om de vergadering niet bij te horen. Niet omdat wij boos zijn, niet omdat wij ruzie maken, niet omdat wij willen chanteren. Nee, enkel en alleen omdat wij dat vertegenwoordiger van het volk, omdat wij mandaat moeten krijgen van het volk, in het bijzonder van het volk van Partij de Horen. Daarom, van hieruit mogen wij de parlementariërs Tam Siram, Frank Sakimin, Marta, heer Marcidi, heer Dieter, hier erken geen voor de loyaliteit, voor de discipline, voor de trouw aan de partij, dat de principe van de partij hoog worden wordt. Want weet, de partij is een partij van, voor en door het volk. En je vrienden op de medewerking, je vrienden op de ondersteuning, dat je woensdag massaal komt als kernbestuurder, als RR, als BR, zelf als lid van het Partij de Horen, om met ons mee te beslissen hoe verder met de politieke situatie. Ik dank u hierbij.